Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik kom net bij de IKEA vandaan en toen dacht ik, dit is wel weer een momentje. Dit wordt niet een video van alleen vandaag, maar ik wil een paar dingetjes gaan filmen. Dat hele thuiswerken, dat maakt dat je gewoon een beetje wil opruimen. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn kledingkast al redelijk opgeruimd. Sven is daar nu ook druk mee bezig. Er gaan echt zakken vol naar de kledingbak, maar ook bijvoorbeeld naar zijn vader die blijkbaar zijn broeken heel graag draagt. Nou ja, top. Dus als ze bij Sven niet meer goed zitten, gaan ze naar zijn vader. Of dingen die hij gewoon niet meer draagt. Om wat voor reden dan ook. Naar mijn broertje gaat ook best wel eens wat. Ik heb net toevallig een hele zak kleding van Eden aan een vriendinnetje gegeven. En straks gaat deze tas kleding van Niels gaat naar een ander vriendinnetje. Met ook wat kleding van Eden erbij. Maar zo zijn we gewoon lekker een beetje aan het opruimen. Natuurlijk ook met het zicht op. Oh, dit is wel een leuk beeld, hè? Ja, zullen we dat even zo doen? Beter. Natuurlijk ook met het zicht op ons nieuwe huis. En dan wil je gewoon een fresh start. Kleren die voor Niels en Elen te klein zijn, hebben op zich niks meer aan. En ik ben best wel van sentimenteel dingen bewaren. Maar ik heb bijvoorbeeld wel, weet je, hun mutsje uit het ziekenhuis en hun eerste pakje, zeg maar. Dat heb ik wel. Maar ja, heel veel dingen dacht ik, oké, Karine, honestly, wat gaan we er allemaal mee doen? Dus in dat kader van het huis opruimen, van dat vele thuiswerken, maakt gewoon dat je je irriteert aan rommel. Maar ook met het zicht op het huis, het nieuwe huis en natuurlijk dit huis verkopen, is het gewoon goed om een beetje op te ruimen. Dus dat probeer ik te doen. En ik ga het ook weer winter klaarmaken. En het leek me leuk om jullie met een paar dingetjes mee te nemen. En misschien dat het een soort serietje wordt. Misschien dat het gewoon een eenmalig dingetje is. Dus ik ben net bij de IKEA geweest. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Allereerst twee binnenkussens. Ik heb namelijk leuke kussentjes gezien bij de Hennes. Kussenhoesen. Maar de kussens daar waren met veren en daar kan ik niet tegen. En die waren 6 euro en deze waren 2 euro. Dus ik heb twee van die binnenkussentjes gehaald. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. Dit heb ik voor mama meegenomen. Servetten en een IKEA boekje, want dat had ik zelf al. Dan heb ik twee goedkope lijstjes. En wat ik daarmee wil doen, is we hebben hier een hoekje, zeg maar, met spulletjes. En hier zetten we altijd tekeningen van Niels neer. Hij heeft net weer allemaal nieuwe werkjes meegekregen omdat het vakantie is. Kijk nou toch. Ik vond deze ook fantastisch. Waar is die heen? Deze tekening. En ik vind het wel leuk om een werkje neer te zetten. En ook van Elin. Maar zeg maar, het valt allemaal om. En eigenlijk zie je het niet. En het komt niet echt tot zijn recht. Dus ik dacht, als ik nou twee lijstjes daar neerzet met van allebei een tekening, en dat zijn dan soort wissellijstjes, dan is dat leuk. Ik heb dat ook gedaan met een tekening van hem waar hij heel trots op was uit Italië. Op een placemat van een restaurant. Maar die staat nu hier in een lijstje. En als hij het leuk vindt, kan hij hem een keer wisselen. Maar dat maakt het gewoon net even, ja, minder rommel. En het geeft ook een soort van meer, ja, waarde of zo eraan. Nou, dan is een opruimmissie van vandaag, of ergens dit weekend in ieder geval, dit verschrikkelijke gebeuren waar alles uitvalt, kabels, ellende. Ik wilde iets goedkoops, want ik weet nog niet, ja, hoe we het in het nieuwe huis gaan doen. Dus ik heb nu dit gekocht. Ik heb heel lang zijn twijfelen tussen van alles, maar ik heb nu de Chena. Ik zal hem straks even laten zien, maar dit is een bakje en dan dacht ik, daar kunnen en de tablets in en verschillende laatst. Maar ik heb er twee gedaan, want als het goed is, past het naast elkaar. En wat ik altijd doe, is in de zomer en in de winter wissel ik de kussens. Dus ik heb nu deze donkere kussenslopen. Die zijn voor, dit ligt verkeerd, maar goed, maakt niet uit, voor deze. Deze zijn ook al heel oud en een beetje smoetsig. En die kussens daar, daar ga ik straks ook onze winterhoesen, die heb ik hier in de bank liggen, zeg maar in de bak, ga ik er ook omheen doen. Dus dat zijn mijn missies. Oh ja, en dan nog even over die andere kussens. Ik wil eigenlijk die bovenkant leegmaken, want ik vind het er gewoon heel rommelig uitzien. Hoe vaak je dit, zeg maar, ook opruimt, dit blijft gewoon een beetje rommelig. Dus ik wil dit gewoon in de bakken hierin leggen en wat er niet in past gaat naar de kamers. En dan wil ik hier eigenlijk kussentjes op leggen, dat je hier gewoon lekker ook op kan gaan zitten en dat je hem op een andere manier gaat gebruiken. Dus ik wil het gewoon een beetje voor het zicht wat rustiger.
Dus dat zijn mijn missies. En laat ook vooral weten of jullie dit soort dingen leuk vinden. Een beetje van die organized dingetjes. Ik ben er zelf gek op. Maar ja, nu ben ik er ook echt zeg maar meer mee bezig. Want ja, wat ga je verder doen? Je kan ongeveer nergens heen. Dus ja, je zit thuis. En ja, dan vind ik dat wel heel fijn om te doen. Dus laat maar weten of jullie dit soort video's leuk vinden. Ga ik nu eventjes de kussens veranderen. Dit is trouwens de Samela hoes. Ik zag trouwens ook een heel mooi, zeg maar, zo'n vorm kussen. Maar er zat al een kussen in en dat was met veren. Dus ja, dat ga ik toch niet doen, omdat ik best wel astma heb. En daar nu ook meer last van heb door al dat thuiszitten en huisstofmijt en zo. Ja, dat kan je gewoon bijna niet echt oppoetsen. Dus veren doe ik niet. Maar ik vond het wel een heel mooi kussen die ik ook echt mooi bij de bank vond passen. Maar ik dacht ook, ja, ik weet ook helemaal niet of we deze bank gaan meenemen en zo. Dus ik hou het even simpel. Twee mooie velvety kussens. En ze zijn nu natuurlijk nog een beetje kreukelig, dat stoomkan en zo wel eventjes. Maar dit zijn ze. En maar meestal leggen we ze zo neer, omdat Mittens hier graag zit. Oh, Nielse knuffel. Nou, dan gaan we nu even die bak in. Maar dit is dus een beetje de zomerlook. Dus het zijn een beetje linnenachtige stoffen en katoen. En dan in de winter wordt het wat meer velvety. En de roze ook. Nou, dit is het meer winterse gebeuren. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Maar goed, voor nu. En ik had bedacht dat ik nu... gewoon even deze kussenhoezen gebruik voor het idee van het speelhoekje. Om te kijken hoe het staat. Zo, dit zijn dus die bakken. Ik heb deze gekanteld, anders krijg je niet makkelijk de tablets eruit. Kijk, kabels blijven altijd rommelig uitzien, maar nu zitten we rustiger. Nu moet ik dat nog even doen. Hier moet ook het een en ander aan gebeuren. Zoals je ziet. Dus dit ga ik ook een beetje ordenen. En ik zet weer een paar puzzels online. Eigenlijk altijd als ik ze één of twee keer gemaakt heb, zet ik ze online. En dan krijg ze weer een nieuw huis. En puzzelen doe ik soms. Maar goed, ik heb hier dus nu... dit zijn mijn lievelingspuzzels, die Jan van Haasteren. En ja, deze heb ik allemaal, in ieder geval toen ik zwanger met zwangerschapsverlof was gemaakt. Maar ja, ik ben nu weer naar een nieuw huis. Ik ben nu bezig met mijn pyjama's en sportkleren. Het is verschrikkelijk. Ik heb hier al een zak uit. Het is echt... Ja, ik heb een soort van sentimenteel ding met pyjama's en ik weet niet waarom. Maar ik had er echt 6 miljoen. En sportkleren heb ik nu alleen nog dat van over. Dat is gewoon mijn maat. En dat is prima. Ja, dus deze kasten zijn helemaal aan het leegtrekken. Ja, en hier zit dus deze zak is helemaal vol. Oh, ik moet nog een nieuwe zak pakken. Ja, dus. Dit is tot nu toe wat ik... ja, deze hebben sentimentele waarde. Want hierin ben ik bevallen van Elin. En in deze van Niels. Ik wil het eigenlijk allemaal in bakjes gaan doen. À la KonMari opvouwen en zo. Want, oh ja, dit is nog een Hup Holland Hup spul. ik heb hier riemen. Nou ja, ik weet niet. Dit heb ik echt nooit meer om. Dus het moet er ook uit. Maar ik wil dan eigenlijk niet deze twee paars. Maar ik wil gewoon een paar goede witte bakken. Ik heb wel een paar verschillende soorten die ik prettig vind. Maar dat wil ik gewoon per bakje dan organiseren. Ik heb gisteren ook mijn broeken gedaan. Daarachter was het voorheen helemaal vol. Nu bijna niet meer. Ik heb nog een paar broeken in een maat groter liggen. Maar dit zijn eigenlijk alle broeken. Dit zijn dan meer mijn zomerbroeken. Maar ja, soms pak je er ook wel zo eentje in de winter. Dit zijn eigenlijk al mijn flared of zeg maar leggings. En dan heb ik hier de wat lichtere broeken en spijker. En dan hier zwart en grijs. Ja, dus daar ben ik echt heel blij mee. En deze twee heb ik even bovenop gelegd. Omdat die... onderop de stapel verdwenen, maar wat ik super fijne broeken vind. Dus ik dacht, die ga ik eventjes bovenin leggen. De rest van deze kast moet ik ook nog doen. Maar goed, ik heb mijn zomerjurkjes nu aan deze kant hangen en mijn wintertrui daar. Maar dan heb ik mijn winterjurkjes aan die kant hangen met daarnaast mijn colbertjes.
Niemand weet waarom, want wanneer ga ik nu een kobertje aantrekken? Want we zitten toch thuis, maar goed. Dus ik ben wel lekker bezig, maar ben er ook nog niet. Maar ik vind het echt heerlijk. En nu heb ik dus daarachter ruimte. Ik denk, wat kan ik daarmee doen? Oh ja, wat ik ook ga doen. Ik ben trouwens in mijn badjas en make-up los, dus ik doe het even zo. Dit is de kast van Sven. Maar zeg maar, dit gebruikt hij eigenlijk nooit. Dus dat wil ik eigenlijk uitschroeven. Dan wil ik eigenlijk nog een extra plank doen. Want hij heeft hier nog spullen in zitten. En dan wil ik eigenlijk dit kastje gaan verkopen. En dan kan dat spul gewoon hierin. Dus ja. Hoppatee. Daar was hij trouwens mee eens. Het is niet dat ik dit ongevraagd doe. Ik heb inmiddels ook mijn, tenminste een deel van mijn schoenen geordend. Ik heb één kast met zeg maar ja, laarzen. Gewoon een boot, zeg maar, met en zonder hak. Die zijn in een andere kast met mijn sportschoenen. Maar ik heb ook een kast met mijn gimpen en mijn schoenen met hak, zeg maar, voor de zomer. Die ik eerlijk moet bekennen deze zomer niet aan heb gehad. Maar ja, normaal doe ik die naar mijn werk en zo aan. Maar ja, daar zijn we natuurlijk niet echt geweest. En normaal doe je ze ook aan gewoon als je het terrasje zo gaat pakken. Maar ook dat heb ik eigenlijk heel weinig gedaan. Ja, overdag met de kinderen erbij en vriendinnen. Maar niet, zeg maar, wat chiquer. Dus ik heb ze eigenlijk deze zomer niet gedragen. Of bruiloften en zo, weet je, ook allemaal niet. Maar ik weet zeker dat ik ze heel veel draag. Dus ik heb ze wel gehouden. Sorry voor dit enorm felle licht. Ik heb een deel gaat wel weg. Maar nou, ik laat het gewoon even zien. Ik deel deze kast met Sven en een lege doos. Ik weet niet zo goed waarom ik een lege doos heb staan, maar hartstikke leuk. Maar dit zijn mijn planken. Dus als eerste deze. En wat ik eigenlijk altijd doe is... ja, ik heb het hier precies verkeerd om gedaan, zeg maar goed, whatever. Ik zet zeg maar één schoen voor en één erachter. Dus zeg maar, deze schoen staat dan voor. En de andere voet ervan, zeg maar, staat daar en zo. Maar dan zet ik ze wel allemaal, zeg maar, hetzelfde neer. Zodat het er nog een beetje leuk uitziet. Zo heb je, zeg maar, al je schoenen in beeld. Als je ze namelijk in paren zou neerzetten, dus links en rechts. En daarachter een ander paar, dan zie je het andere paar niet. Dus nu zie ik in één oogopslag welke paar ik heb. Dit zijn een beetje twijfels. Die vond ik vroeger heel lekker lopen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat sinds de zwangerschap, zeg maar, gewone All-Stars zitten mij niet goed. Ik heb wel een soort van neppers van Primark die mij wel goed zitten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik sinds de zwangerschap er ook over twijfel. Maar ik vind ze altijd wel heel leuk staan onder rokjes en zo. Dus even een dilemma. Dus die heb ik eventjes een beetje half zo neergelegd. Mijn Vans en mijn Reebok zijn zeg maar favoriet. Maar bijvoorbeeld met stappen doe ik dan wel eens deze. Ja, ik ga natuurlijk niet in een kroeg in. Maar normaal gesproken doe ik dan als ik een witte gimp aan wil, doe ik dan zeg maar deze met stappen aan. Dat vind ik dan zonder van mijn andere schoenen. Want die zien er zo goed uit, hè? Dit zijn zo'n een soort van blij chunky jet sneakers. Die draag ik, nou ja, af en toe in een vrolijke bui. En ja, hiernaast liggen dus ook nog schoentjes die ik wel eens voor netter aan heb. Ja, ik moet ze even schoonmaken, maar you snap me. Dan heb ik hier mijn bruine schoenen. Zeg maar deze. Deze had ik bijvoorbeeld aan op mijn eigen bruiloft. Deze heb ik aangehad op een bruiloft van een vriendinnetje. Zeg maar als vervanger voor deze. Maar ja, omdat ik ze op mijn bruiloft aan heb gehad en ze heel lekker lopen, wil ik ze nog niet wegdoen. Deze lopen super lekker. Maar goed, heb ik dus deze zomer ook niet aangehad. Daarachter staan mijn, zeg maar, schoenen die ik echt aan had toen ik ging trouwen. Kijk. Deze. Staat ook I en op de andere staat do. Zie je? I. Dus deze. Die heb ik, zeg maar, echt aangehad op het moment van trouwen. Maar ik was natuurlijk zwanger, dus dit vond ik niet voor de hele dag gefeest. Maar wel natuurlijk voor het moment suprem met die glittertjes. Dus die heb ik hier achterin. Maar dat vind ik gewoon leuk. Zo. Dan heb ik hier nog een paar platte sandalen. Ik heb niet heel vaak sandalen aan. Ik ben dan vaak te lui en doe teenslippers aan. Hier nog een paar meer nude. En dus deze. En dan hier mijn zwarte en een goudpaar. En daar staan dan weer van Sven. Ik weet niet zo goed waarom daar Sven staat. En daar. Maar goed, whatever. Zo hebben we dat ooit ingedeeld. Dus ja, dat heb ik ook gedaan. En dan gaat dit weg. En daar zit Sop. Ja, want dat heb ik gedaan. En dan wil ik zo meteen naar de IKEA gaan. En Sven is nu in Zwolle. Dus ik heb gevraagd of hij dan, zeg maar, laat weten als hij gaat rijden. Dan ga ik naar de IKEA. En dan kan hij, zeg maar, aanpakken wat ik heb gekocht. Want ik wil dus bijvoorbeeld ook planken. En dat is niet zo handig op de fiets. Want dan ben ik bang dat het beschadigt. Dus dat is het plan.
Ik wil namelijk voor deze. Hier gaat dus dan een extra plank in. En dan doe ik daar ook bakjes. Zodat alles wat daar nu in zit aan supplementen, zodat wat hierin kan. Niet het meest ideale met kinderen zo laag. Maar eigenlijk komen ze hier nooit. En ze weten volgens mij niet eens hoe die deuren open moeten. En dan dus voor die kast met pyjama's ook bakjes. Even kijken wat ik nog meer nodig heb. Zodat als hij belt dat hij vertrekt. Dat ik meteen hoptee. Weet wat ik nodig heb. En volgens mij had Ananoushin zo'n komari-achtige opruim in zijn kast. Dus dan ga ik even kijken welke bakjes zij ervoor gebruikt. Want dan kan ik die misschien ook wel gebruiken. Dus. Ik vergeet helemaal before's te filmen. Maar ik heb nu het keukenkastje aangepakt. En even gekeken of dingen überhaupt nog ergens op passen en zo. Dit is niet trouwens echt een drama. Als iemand daar een tip voor heeft, let me know. Die zakjes. En zijn gebruikt hij vooral. Maar dan heeft hij zeg maar, kijk, dan gebruikt hij eigenlijk vooral die. Dus dan heb ik allemaal, zeg maar, lege aan één kant. Super handig. Als iemand daar een leuke tip voor heeft, laat het mij even weten. Maar nu staat het ook geordend bij categorie en zo. Volgens mij kan dit al weg, maar ik moet nog even met Sven overleggen. Ja, het hele uiteraard weer schoongemaakt. En dan ben ik nu met de kruiden daar bezig, wat natuurlijk ook een verschrikking is. Dus ik ben er al deels aan het uitlaten. Even de camera erbij pakken. Maar goed, dit is mijn volgende missie. Sven had even mijn berichtje gemist dat hij mij moest bellen. Of laten weten hoe laat hij ongeveer zou gaan rijden. En mij dan vervolgens bellen als hij zou rijden. Maar dat is niet helemaal gelukt, want hij belde en toen was hij al bij Wezup. En toen zei ik, ja, maar dat ga ik natuurlijk nooit redden. Dus hij zegt nu, nou ik haal je dan wel op een ander moment op. Ik dacht, nou dat is ook wel prima, dan kan ik even met hem bespreken. Want ik heb even zitten kijken, zeg maar, qua opties voor het ordenen van zijn deel. Ik ga eerst deze hel doen, die keukenkastjes heet. Lekker jongboekje aan het bukken staan, bukken. Nou, het is verschrikkelijk, het is verschrikkelijk. Dus ik ga nu eerst zeg maar de hele la leeg halen en dan ga ik daarna even al die bakjes sorteren. Het is op zich wel lekker dat ik gisteren heb schoongemaakt. Maar goed. Kijk. Ach, daar wordt de mensen toch blij van. Ja, liefst zou je natuurlijk allemaal dezelfde potjes hebben. Maar goed. En, dat gaan we misschien in het nieuwe huis een keer doen. Maar nu niet. Label writer en alles, maar voor nu zit het helemaal top. Dus ik heb wel zoveel mogelijk dezelfde potjes bij elkaar geprobeerd te zetten, maar dat kon niet overal. Helemaal fijn. En met dat keukenkastje ga ik hem voor nu ook, of keukenlade eigenlijk, ga ik hem voor nu ook afsluiten. Want volgens mij heb ik al best wel veel nu achter elkaar zitten. We redden het vandaag niet meer naar de IKEA, omdat straks ons eten wordt bezorgd voor vanavond, wat we nog in elkaar moeten flansen. Maar dat gaan we dus morgen doen. En dat neem ik anders wel mee in de volgende video. Want als jullie het leuk vinden, laat maar weten, duimpje omhoog. Dan kan ik natuurlijk dit nog meer gaan doen. Ik heb nog heel veel dingen die ik nog wil organiseren. Dus laat maar weten. En voor nu super bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren als je deze video... Nee, deze. Vergeet je niet te abonneren als je mijn kanaal leuk vindt. Zou ik fantastisch vinden. En ik hoop je heel graag te zien bij een andere video.